Goedenavond, dames en heren. Ik wil aanvangen met de oriënterende ronde. En ik wil beginnen bij het agendapunt voor de vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring krijgen? Akkoord. Dan gaan we naar het spreekrecht. We hebben 3 insprekers vandaag. De heer Hartholt, de heer Gerritsen en de heer Siauw. Ik wil graag beginnen met de heer Hartholt. De bejaren komen. Dubbele punt. Daarom meer goede seniorenwoningen nodig. Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. De bejaren komen, schreef Frederike Hegger recent. Dit schreef zij omdat het aantal ouderen in Nederland groeit van ruim 3 miljoen nu naar bijna 5 miljoen in 2040. Dit heeft op allerlei beleidsgebieden invloed, onder andere op de woningmarkt. Tevens was er recent in het nieuws dat een gebrekkig woningbeleid voor ouderen de gemeenten veel geld gaat kosten. Daarom wil ik hierbij de gemeente Hardenberg oproepen om voor de toekomst te bouwen en in te zetten op meer goede seniorenwoningen. U zult u denken, en de jongeren dan? Daar hou ik rekening mee. Door de realisatie van meer goede seniorenwoningen komen er woningen vrij voor doorstromers, starters, deze jongeren. Resumerend, samenbouwen aan de gemeente Hardenberg te weten door het bouwen van meer goede seniorenwoningen. Dank u. Dank u wel, meneer Hartholt. Blijf nog even staan. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn voor u. Niet, dan had u een helder verhaal. Dank u wel. Meneer Gerritsen. Meneer Gerritsen, ook u bent bekend met de procedure. Ja, u heeft 5 minuten spreektijd. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het staat al klaar. Ja. Geacht college, geachte raad en alle aanwezigen op deze 3 december 2019. Mijn naam is Frans Gerritsen. Een week geleden 92 jaar geworden. 63 jaar gehuwd met Wil Wouters, die is 88 jaar. Samen hebben we gestemd op 50 plus. Ik ben actief bezig in het bewonersplatform in project 6. Zijnde Bergentheim, Kloosterhaar en Sipkelo. En woon aan de Van Rooyensweg 67a in Bergentheim, alwaar het huidige windmolendrama zich afspeelt. Het inspreekonderwerp noemen we een wake-up call voor onze huidige college. We hebben 3 thema's: teleurstelling, verontrusting en verlies van vertrouwen. Geachte voorzitter, staat u mij toe dat ik het woord mag richten tot ons college? Het college is toehoorder, maar zal niet reageren op de inspraak, tenzij daar in de raad ook expliciet om wordt verzocht. Ja, dank u wel. Dag college, sorry dat ik met de rug naar u toe sta, maar het is niet anders. Geacht college, op 6 mei heeft u ons uw molenstrategie gepresenteerd. Dit allemaal. Op pagina 4 verklaart u dat alle communicatie en informatie openbaar is. Op 24 mei diende onze fractie 50 plus terecht de motie vreemd in om openbaarheid van het college over de plannen in Duitsland om langs onze grens 13 windmolens te bouwen. En daarom de plannen van ons in project 6 even aan te houden. De VVD-fractie reageerde fel, als zouden wij de 50-plussers, zo heb ik gelezen, tegen energietransitie zijn. Zie de toren van 9, 10, dus 9 oktober, pagina 18. Ik heb het hier allemaal bij me.
Dus die motie werd afgewezen. Een grote teleurstelling voor ons. Het gevolg van deze ernstige VVD-fractie naar ons. Zie alsjeblieft het respect op de boulevardvelden, waarvan akte, is een vrijbrief geworden voor ons huidige college. Dat nog steeds wat onervaren is. Al dus de VVD in de toren van 3 juli, pagina 26. Om met geheimhouding door te regeren. Omdat ons raad geen openbaarheid van bestuur wenst. Onze verontrusting is reeds op 6 mei ontstaan bij het lezen van uw strategie op pagina 10. Daar wijzigt het college ons gezond agrarisch leefzoekgebied definitief in, ik kan bijna het verschrikkelijke woord niet uitspreken, het windpark. De verontrusting wordt gaande de gescheiden vergaderingen van bewoners en grondeigenaren in project 6 steeds groter. Tot onze 5e bewonersplatformvergadering van woensdag 6 november. Daar hoorden we geruchten als zou het college in studie hebben om een 8-tal molens van 225 meter hoog langs onze grens in Klooster H te willen plaatsen. Op vragen daarna van ons 50-plus fractie heeft u geantwoord dat daar niets van bekend is. Intussen zijn wij dan ook gestopt met reëel vergaderen. Voordat we met de nog overgebleven 17 bewoners van de op onze eerste bewonersplatformvergadering van 22 mei gestarte 28 aanwezigen verder konden gaan, zullen wij u willen verzoeken, geacht college, om bij het volgende agendapunt over West-Overijssel ook ons te willen informeren over deze geruchten in Oost-Overijssel. Hopelijk kunnen we dan ons verlies in vertrouwen wijzigen in vertrouwen. Dank voor uw aandacht en u allen in deze zaal een vrolijk kerstfeest toegewenst. Uw echtpaar Gerritsen en alle verontruste bewoners. En u ziet het, er is een flyer gemaakt en het gaat erom waar wij mee staan. Het is droevig, maar wij zijn allemaal verontrust. Meneer Gerritsen, ik dank u. Dank u voor uw bijdrage. Dank blijft u zeer. Nog even staan? Ja, graag. Wellicht zijn er nog vragen vanuit de raad. Meneer Van der Wel. Ja, voorzitter, dank u wel. Het roept mij een beetje de vraag op of u hier spreekt namens 50PLUS of namens de bewonerscommissie. Nee, ja, ik ben een toevallig 50PLUS stemmer. Maar wij voelden ons aangesproken vanwege dat we dat lezen in de toren, dat wij tegen energietransitie zijn. Maar, en dat is echt niet waar, hoor. Maar wie is wij? Wij? Ja, wij. Maar wie nou ja, is... eerst is mevrouw en ik het. Maar de hele omgeving, die is dus druk bezig, vooral met die bewonersplatformvergaderingen. Hoe kunnen wij scenario's bedenken om geen windmolens, maar andere zaken te doen? En die zonnepanelen op te daken van de grondeigenaren, van die stallen, nou, die groeien de pan uit. Dus het is bij ons in de buurt enorm actief in toch die energietransitie. En ik vond dat eventjes nuttig, omdat ik toch een gevoelsmens ben ook, dat we samen in de raad, denk ik, als er één dus vraagt aan het college om informatie over die zaken daar in Duitsland, vaak aan de grens,
in het project waar wij mee bezig zijn. Terwijl we daar niks van horen en weten. Snijders is er al geweest. Meneer Gerritsen. En dat is niet goed gegaan. Daar hebben we niks van gehoord. En nu hebben we het nog niet gehoord. Dus... Meneer Gerritsen. Jawel. Volgens mij is de vraag beantwoord. U spreekt namens u en uw vrouw. Uiteraard in het eerste begin. Ja, en voor u het weet, dan heeft u zo weer een betoog van een aantal minuten. Volgens mij is uw boodschap duidelijk. Ik kijk nog even rond of er nog vragen zijn. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Heer Gerritsen, dank voor uw betoog. Ik heb nog wel wat behoefte om wat in te gaan op de feitelijkheid van de motie van 50PLUS die niet gehaald is. Dat heeft niets te maken met dat wij die als VVD getorpedeerd hebben of als raad getorpedeerd hebben. Maar dat heeft heel erg te maken met dat de raadsvergadering daarvoor als VVD daar vragen over gesteld hebben aan de wethouder die afdoende beantwoord zijn. Daar vertrouwen uitsprak en het voor ons als raad voldoende was. En dat is de reden waarom de motie is weggestemd. Aha. Niet anders. Dus misschien even voor die duidelijkheid in die context, dank u. Dat u daar iets mee kunt. Dank u wel. Ja. Nee, nou ja, ik was er helaas niet bij. Dus ik heb dit gelezen uiteraard van in de toren waar dit allemaal zo is verwoord. Meneer Gerritsen, ik wil ook altijd de raadsvergadering nog even terugkijken. Als u zegt ik kon er niet zijn. Ja, maar hoe moet dat dan? Dat kan via de computer. En voorzitter, misschien nog een kleine toevoeging, want de heer Bak heeft een prachtige CDA-kleur aan en ik een prachtige VVD-blouse. Maar we hebben samen ook de vragen gesteld destijds, dus ook namens het CDA dezelfde mededeling als de heer Bak nu doet. Prima. Nee, maar we moeten samen natuurlijk wel een beetje eens worden. En omdat wij daar in die vergadering maar zitten te wachten op nieuws en niemand zegt wat in het college... Ja, die geruchten gingen er ineens. En toen hadden wij eerst 20 windmolens waar we over vergaderden, in die vijfde vergadering. En ineens kwam er een, ja kijk, daar langs die grens waar die 13 Duitse windmolens komen. Meneer Gerritsen. Daar schijnen die acht te komen in Kloosterhaar. We gaan hier het debat nog niet ik weer Ik zei, ja, dan over stoppen doen. We maar, want dan is het een waardeloze betoning geworden. Ik Daarom wil u bedanken, kom ik hier om te meneer horen. Gerritsen. Mogen wij verder vergaderen. Daar ging het Ik wil u over. Bedanken voor de bijdrage en u ook fijne kerstdagen wensen. Dank u zeer. Mevrouw, ik heb hier de gegeventjes allemaal bij me. Ik heb een hoop gedaan. En dat is... U mag de documenten ook even aan de griffier overdragen. Ja, ik heb hier alles... Dit is voor de griffier. Alsjeblieft. Dit is voor u. En ik heb voor onze meneer de Kater, mag ik hem dat aanbieden? Ook informatie. Ik zie dat de wethouder het akkoord vindt. Daar staan nou ook nog weer in. Vergeet uw spulletjes niet. Nee. Want dan wil ik graag de volgende inspreker vragen. Bij het spreekgestoelte de heer Siauw. Tot ziens, meneer Gerritsen. Meneer Siauw, u bent ook bekend met de procedure. U heeft 5 minuten. Okay. Goedenavond, ik heet Jeffrey Siauw. Ik woon in Dedersvaart, heb een participatiewetuitkering, ook WMO-gebruiker. Ik spreek in op agenda punt 6. Met mijn inbreng wens ik bij te dragen aan een werkbare uitvoering door generalisten en zorgaanbieders. Daaraan gekoppeld de wens dat het gemeenschapsgeld op die plekken komt waar het voor bestemd is. Agenda punt 6 dus. Verordening maatschappelijke ondersteuning jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020. Raadsvoorstel zaak nummer 16399. Ik ga er even snel doorheen. U moet een verordening vaststellen over de uitvoering en technische en inhoudelijke wijzigingen, gestoeld op een juridische basis. En de lijn met de ontwikkelingen volgend. Twee artikelen. 15 en 16 gaan in op
het abonnementstarief 19 euro per maand per 1 januari 2020. Voor bijdragekosten algemene voorzieningen en bijdragekosten maatwerkvoorzieningen. Met een uitzondering voor het collectief vervoer. Mijn taxi, staat er nou? Mijn taxi op maat, uitgezonderd van het abonnementstarief. De inwoners betalen. De inwoners moeten dan voor die rit betalen. Maar wat is dat voor een rit dan? Is dat een zorgrit of een rit deelname maatschappelijk verkeer? Dan de financiën. Kom ik de term inkomenscategorieën tegen. Ik snap dat woord niet. Waar gaat het om, categorieën? Is dat staffeling of is dat een inkomenssoort? Uitkering, pensioen, wachtgeld, loon, winst uit bedrijf of iets anders? Ik kan het niet terugvinden. Dan het overzicht van de wijzigingen. Dat is dan die tabel of die twee kolommen. Daaruit artikelgewijze toelichting maatwerkvoorzieningen WMO. En dan is er een opsomming van resultaatgebieden. 1 tot en met 6. 1 administratieve financiën, 2 regie, huishouding, 3 daginvulling, dagstructuur, sociaal persoonlijk functioneren, zelfzorg, gezondheid, draagkracht, mantelzorg. Nou, mijn vraag daarover is, bij wijziging van een persoonlijke persoonlijke leefomstandigheid, kan het aantal noodzakelijke resultaatgebieden veranderen. Maar blijft dan die bijdrage van 19 euro per maand staan? Dat was mijn inbreng. Dank u wel, meneer Siauw. U heeft een aantal zeer technische vragen voor de raad. Het college is ook toehoorden, maar u zou ook schriftelijk, als u vragen heeft over stukken, kunt u dat ook schriftelijk sturen. De vragen zijn technisch, maar het belang is dat er besluiten overgenomen worden. Uiteraard. Nou, ik heb hiervoor gekozen. Dat is prima, maar de vraag is of u antwoord gaat krijgen. Dus dat, mocht dat niet gebeuren, hè, omdat dat in het debat of in de vraagstelling naar het college niet naar voren komt, dan kunt u het ook altijd nog schriftelijk sturen. Dat is wat ik u mee wil geven. Nou, maar ik kijk even rond in de raad, want ik zie mevrouw Jotensma, die wil graag een reactie geven. Nou, ik vind het heel fijn dat u hem zo goed gelezen hebt en dat u al die artikelen na bent gegaan. Complimenten. Ik heb één vraag aan u misschien, want het gaat over dat abonnementstarief, hè, van die 19 euro. Vindt u dat nou een goed idee? En denkt u dat dan meer mensen gebruik gaan maken van de WMO? Of denkt u dat dat verder weinig zal uitmaken? Ik ben heel benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Ik kan alleen spreken voor mezelf en ik wil niet. Ik hou het Nivea-principe vast. Niet invullen voor een ander. Dus ik heb huishoudelijke hulp. Dat is 27 euro per maand. Dat wordt 19 euro per maand. Nou, oké. Okay. Voldoende beantwoord, mevrouw Joldersma. Zijn er nog meer vragen vanuit de raad? Niet, dan was uw bijdrage helder. Dank u wel, meneer Siauw. Gaan we door naar het volgende agendapunt. De startnota regionale energiestrategie West-Overijssel. Wie kan ik daarover het woord? Mevrouw Verschuur.
Dankjewel, voorzitter. Ja, voor ons ligt het startnotaris West-Overijssel. Een procesbeschrijving om op tijd tot een strategie te ontwikkelen die ervoor zorgt dat we in 2030 voldoende warmte beschikbaar hebben en daarnaast voldoende elektriciteit op kunnen wekken uit wind- en zonne-energie. En de intentie is om bij te dragen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. En gemeente Hardenberg is al en vanuit onze partij al actief bezig. En we zijn onder andere bezig geweest met de We Energy game die wij in bepaalde kernen hebben gedaan of gespeeld. De warmtetransitie is vanavond zelfs nog in beeld gebracht. De pubquiz die vorige week heeft plaatsgevonden. Maar ondanks dat hebben we toch een vraag voor de wethouder. Want de startnota beschrijft drie stappen. De eerste is de startnota res. De tweede is de concept res. En de derde is de definitieve res punt 1.0. En in de startnota wordt ook echt wel goed uitgeschreven van hoe welk bestuurlijk orgaan de stappen vertegenwoordigen. Waar mijn vraag specifiek om gaat, is om de inwoners. Als ik het goed lees, en graag wil ik daar een toelichting op hebben van de wethouder, is dat eigenlijk de inwoners pas in het derde stap meegenomen worden in het proces. En daar wil ik graag duidelijkheid over hebben of dat ook klopt. Dank je wel, voorzitter. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Allereerst moet ik van mijn hart dat ik erg blij ben met het stuk, omdat we nu echt stappen lijken te gaan zetten richting een duurzame toekomst, ook voor Hardenberg en deze regio. Dan ook complimenten voor het stuk zelf, wat dat betreft. Eigenlijk een enige vraag is wat inhoudelijk van ATEM misschien niet helemaal passend bij het stuk, maar dan hoor ik daarop graag een reactie. Maar ik zie dat we vanuit die res gaan zoeken naar de mogelijkheden binnen onder andere Hardenberg naar het opwekken van duurzame energie. En wat ik een beetje lijk te missen, en daarom een vraag om daar wat meer duiding op te geven, is kijken naar mogelijkheden voor vernieuwing in die duurzame energie. Omdat we anders mogelijk blijven hangen in alleen zoektochten naar mogelijkheden voor zon- en windenergie. Er zijn zoveel andere mogelijkheden te verzinnen. En ik zou dat eigenlijk graag terugzien ook in een dergelijk beleidsstuk. En ik zie het niet, maar misschien heb ik er overheen gelezen. Dus graag daar een reactie op. Dank u. Meneer Jager. Dank u wel, voorzitter. In de tijdlijn van de startnota regionale energiestrategie zien we dat in 2021 alle gemeenten verplicht zijn om een warmtetransitieplan vast te stellen. Zijn er wijken of gebieden in de gemeente waar de plannen al in een vergevorderd stadium zijn? 2021 is namelijk al over een jaar. Al eerder gevraagd, maar hoe wordt de participatie vormgegeven ten aanzien van de rest? Dank u wel. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Vanuit de VVD zijn wij uiteraard ook blij dat we stappen gaan maken in de energietransitie. Voor ons is het een belangrijk onderwerp dat we de afgelopen jaren ook kunnen merken. Maar bij het voorliggende stuk vragen wij ons toch wel een beetje af van waar zeggen we ja tegen. Ik zou graag de portefeuillehouder willen vragen om eens wat op de risico's in te gaan die daarbij spelen. En waar vooral onze zorg zit bij het bod dat we als gemeente moeten doen. Wat betekent dat? Dus waar zeggen wij hier als we dit vanavond of in de volgende raad akkoord geven, waar zeggen we ja tegen? En welke risico's lopen we? Toevallig hebben we het natuurlijk vanavond bij de informatiebijeenkomst ook even bij de kop gehad. Maar wat gebeurt er als andere gemeenten niet dezelfde ambitie hebben als Hardenberg? Worden wij dan bijvoorbeeld geconfronteerd met een kop bovenover het bod wat we neerleggen? En zou het dan niet verstandig zijn het bod zo laag mogelijk te doen? Waar wij overigens geen voorstander van zijn, want je moet ook ambitie tonen. Maar wel even om het risico te duiden waar we hier over spreken. Dat is voor ons een ding. En waar we ook wel op zoek naar zijn, is richting toekomst van wat is onze rol als raad in de hele energietransitie. Kom ik weer terug bij de vraag, waar zeggen we nu ja tegen? Het is vrij ondoorzichtig wat het betekent, ook qua financiën, hoeveel financiën voor deze gemeente. Want het is een vrij algemeen stuk.
wat we hier terugzien en niet heel erg geënt op de gemeente Hardenberg. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar wat dit voor Hardenberg betekent en wat de positie van Hardenberg hierin is. Dat meer in algemene zin. Dus als daar wat antwoord op zou kunnen komen, zouden we dat heel fijn vinden. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden dezelfde vraag als GroenLinks. Van hoe zit het met de participatie? Op welke manier wordt dat vormgegeven? En de tweede vraag is, als ik me goed herinner, gaat de rest ook over een doorkijk na 2030. En in hoeverre wordt daar in het proces aandacht aan besteed? En kan de wethouder daar wellicht wat meer over vertellen? Dank u wel. Ik kijk nog even naar de fractie van Op Koers, want ik zag niet. De heer Bakker. Voorzitter, dank je wel. Er blijven voor ons toch nog wel een aantal vragen over. Ondanks het feit dat we ook vanavond boven van het een en ander een duidelijke uitleg gehad hebben. Zo is de mobiliteit en de industrie vormt geen onderdeel van de rest. Maar de impact en de mogelijkheden van mobiliteit en industrie worden op de hoofdlijn wel meegenomen. Voor zover relevant op het schaalniveau van West-Overijssel zoeken we hier de samenhang. Betekent dit dat de industrie haar eigen aandeel levert aan de energievoorziening? Verder wordt er van uitgegaan van een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied, waarbij we streven naar 50% eigendom van productie van de lokale omgeving, burgers en bedrijven. Het gaat hierbij om eigendom, niet om financiële participatie. Kan de betekenis van eigendomsverdeling nader worden omschreven? Verder de directe inwonerparticipatie en de representatieve participatie op lokaal niveau voeren we op gemeentelijk niveau en onder verantwoordelijkheid van de 11 deelnemende gemeenten. Het primaat voor participatie met de inwoners ligt dus bij de gemeente. Zij organiseren het participatieproces met de eigen inwoners en bedrijven. De restorganisatie faciliteert en stimuleert waar nodig. Hoe wordt het een en ander vormgegeven? De laatste vraag gaat over de nieuwe vorm van samenwerking, wat ondersteund wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van het programma Democratie in Actie. Waar bestaat die ondersteuning uit? Dat waren mijn vragen. Kijk nog even naar de fractie van CDA. Meneer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Ik had al fanatiek gezwaaid, maar had vandaag iets minder effect. Jammer. Over de rest. We staan volgens ons voor een grote opgave waar iedere gemeente zijn of haar aandeel in moet gaan geven. En volgens ons zit daar nou juist net het risico. Want in het geval dat die regio's nou niet in staat blijken te zijn om met elkaar het vastgestelde doel te behalen, wordt er een, en ik citeer, een rechtvaardige verdelingssystematiek ontworpen. Had ik niet zelf kunnen bedenken. En volgens ons zit daar juist de tegenstrijdigheid. Want hoe zit het nou, de verhouding tussen een realistisch bod, wat nu aan ons gevraagd wordt, en die mogelijke extra opgave? En als die extra opgave er dan mocht komen, wat is dan de rol van de raad? En aanvullend daarop, hoe bewaken we als gemeente Hardenberg nou in het licht van deze opgave de uitgangspunten die we met elkaar hebben vastgesteld? Bijvoorbeeld de toepassing van de zonneladder en de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied. Want daar zit toch wel een risico. Want de ruimtelijke impact kan groot zijn. Dat lijkt me helder. En als wij nu hard gaan in onze doelstellingen, en dat mogen we denk ik wel verwachten, omdat wij nou eenmaal de gemeente zijn van gewoon doen, hoe ziet u dan het mogelijk invullen van de opgave van andere gebieden? Want je kunt bijna verwachten dat ergens een tekort gaat ontstaan. En als wij hard voorop gaan lopen, lopen we daar dan een risico? Of ziet u daar een verdienmodel wellicht? Kunt u daar iets verder op ingaan? De laatste. Van mijn rechterkant. Meneer Bak. Mag ik een vraag stellen aan de heer Roelofs? Van mij wel. Meneer Roelofs, heeft u ook de ambitie om meer te doen dan wat nu uitgesproken is? Want dat hoor ik een beetje tussen de regels door, of heb ik dat verkeerd begrepen? Meneer Bak, ik heb altijd de ambitie om het maximaal te doen wat mogelijk is. En ik denk dat er op dit moment veel meer mogelijkheden zijn dan menig gemeente nog in handen heeft. En dat er wellicht blind wordt gestaard op huidige technieken, waar er veel ruimte is voor innovatie. Ik zie dat in de discussie ook nu al naar voren komt van ja, maar in stedelijk gebied is niet zoveel ruimte, dus die zullen hun doelstellingen niet halen.
En ik, die conclusie is voor mij veel te makkelijk. Ik denk dat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En of dat nou is in een buitengebied, op daken, bij bedrijven, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik ben een beetje in verwarring, want u zegt eigenlijk twee dingen. Ja, we hebben meer ambitie als CDA. Maar ik hoor u ook zeggen, maar anderen kunnen niet voor hun eigen verantwoordelijkheid aan ambitie weglopen. Dus laat ik de vraag eens concreet stellen. Bent u bereid, als andere gemeenten het niet kunnen invullen, dat Hardenberg meer gaat invullen? Goeie vraag. Nee, dat ben ik niet in de basis. Want volgens mij hebben we met elkaar als raad hier al hele duidelijke en ambitieuze doelstellingen neergelegd. Ik noem maar even de 30% per 2030. Dat zijn de ambities die ik waar wil maken en dat is onafhankelijk van wat andere gemeentes doen. Ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag. Zeker, dank u wel. Ik denk dat we elkaar daar kunnen vinden. Nou, dat horen we altijd graag. Een klein stukje nog. Wat maar eens weer belangrijk blijkt, en dat blijkt ook uit de inspraak van meneer Gerritsen, is de communicatie op dit traject. Er zijn al heel veel geluiden die in onze omgeving gehoord worden over mogelijke windmolens, over aantallen, over Duitsland, over wat moeten we nou doen? Moet het op mijn dak? Moet het in mijn tuin? Hoe ziet u nou de communicatie in dit stuk? Dus hoe maken we nou duidelijk waar staan we en welke uitdagingen hebben we nog te gaan? En hoe bereiken we die en hoe nemen we mensen daarin mee? Volgens mij is dat de essentie van dit hele verhaal. En volgens mij is dat in eerste instantie voldoende. Dank u wel. Volgens mij waren dat de vragen in de eerste termijn. Voorlopig allemaal aan het college gericht. Wethouder Ten Kaat. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de raad voor de mooie opmerkingen. En ik denk dat we na afloop elkaar wel gevonden hebben. Ik krijg maar zo het gevoel. Voorzitter, ik ga even de inbreng op volgende bij langs. 50PLUS zegt van ja, er zijn eigenlijk drie stappen. En die inwoners die worden pas bij de derde stap betrokken. En ik zie ook in heel veel andere bijdragen de vraag van hoe gaan we communiceren en hoe gaan we participeren. Voorzitter, de rest aan zich om daarover te communiceren is bijna een dordelijke onderneming, een dordelijk stuk. Want de rest is puur een opdracht die wij krijgen. Waar wij met elkaar over moeten communiceren en altijd en ook zoveel mogelijk in participatie moeten doen, dat zijn de opdrachten die daaruit voortkomen. Als er een zonnepark komt, als er een windmolenpark komt, of nou ja, de gevolgen van de rest, daar moeten wij met onze inwoners over in gesprek. En dan kan een onderdeel van de communicatie zijn van ja, waarom doen we dit? Dit doen we ook omdat we een opdracht krijgen vanuit het Rijk. Maar om nu de rest te gaan communiceren, dat lijkt me een hele iets waar je volgens mij nooit over moet willen communiceren. Dat is achtergrondsystemen. Maar we moeten blijven communiceren wat we doen, wat de mogelijkheden zijn, hoe we de mensen mee kunnen betrekken in de energietransitie. Maar de rest zelf, nou ja, dat is een lastige. De derde stap, dat is het uiteindelijke besluit. Daar zou je nog een keer met elkaar iets over kunnen doen. Hè? De opdracht die we dan uiteindelijk accepteren met elkaar. Daar zou je nog een keer een communicatie op doen. Maar ik zou nu op dit moment de communicatie over waar we nu mee bezig zijn, in het kader van de rest, dat zou ik mooi achter de schermen laten gebeuren. Maar nou ja, dat is allemaal niet zo interessant. Interessant is, wat zijn de gevolgen? En als daar dan plannen uit voorkomen, dat we daarover met onze inwoners over in gesprek gaan. Als ik dan kijk naar D66, die vraagt van de mogelijkheden voor een opwekking van duurzame energie. En neem daar ook vooral innovatie in mee. Dat is niet iets wat we nu in de rest moeten doen. Hè, want de rest is een uitvoering eigenlijk van toch wel redelijk concrete plannen. Maar natuurlijk gaan we straks ons nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid vaststellen. En ik denk dat u daar een plek moet zoeken voor innovatie. Dus ik zou u eigenlijk willen adviseren om het daar echt een plek te gaan geven. Deze wens van D66. Mevrouw Verschuur wil ik nog even reageren. Dank je wel, voorzitter. Ik wil toch nog even terugkomen op die stappen. En die stap 2, dat is die concept RES. Houdt dat dan in dat in die concept RES eigenlijk bepaald wordt, en zeg maar, ik noem maar eens wat wit, zoveel zonnepanelen of zonneparken, zoveel windmolens, dat wordt dan in de
REST 1.0 uitgewerkt. En op dat moment staat het dan vast en dan worden pas onze inwoners betrokken. De concept REST is een bundeling van alle biedingen die komen uit alle gemeenten. En dat moeten redelijk concrete plannen zijn. Dus over het algemeen zijn dat plannen waar eigenlijk, als het goed is, de inwoners al van op de hoogte zijn. Dus dat meer is het niet. Vervolgens worden die naar de Rijksoverheid gestuurd. Die gaat ze controleren, die gaat dan het bod beoordelen. En dan komt de beoordeling komt terug. En dan moeten we kijken, is het voldoende geweest? En dan krijg je natuurlijk ook weer het spel op tafel van welke gemeente heeft wat geboden en moet er iets bij? Welke gemeente moet er dan iets bij leveren? Dat is ook een technische exercitie. Op het moment dat de REST is vastgesteld en als we nadrukkelijk weten wat onze opdracht is, dan zou ik kunnen zeggen van nou, misschien is het goed om dat nog eens een keer met onze inwoners te delen. Wat wij moeten blijven delen met onze inwoners, dat zijn alle plannen die we hebben, de ambities van Hardenberg, 30% in 2030. En alle pilots en ambities die daaruit voortkomen. Want dat is namelijk ook ons bod. Meneer Bak, u heeft een vraag over dit onderwerp. Ja, dat relateert ook heel erg aan de vraag die ik al eerder gesteld heb. En waarover ik nu niet minder bezorgd geworden ben. Het heeft ook te maken met communiceren. Hè? Wat communiceer je op welk moment? En dit is wel echt ook het oprechte zorgen, meneer de Kater. Want stel, want we kennen de Rijksoverheid ook wat langer, want het is natuurlijk ook het spelletje wat de Rijksoverheid aan het spelen is. Laten we het van onderaf op laten komen, kijken wat er geboden wordt. En als het dan niet voldoende is, dan leggen we er een taakstelling bovenop. En wat als dat betekent dat in Hardenberg er meer gedaan moet worden dan die 30%? Want dan is het voor de inwoners een verrassing en hebben we met elkaar wel een issue. En dat is eigenlijk precies het punt wat ik net ook probeerde te maken en waar me oprecht zorg zit van hoe gaan we daarmee om. En dan is communiceren op dat moment eenvoudigweg te laat. Ik ben het ook eens dat het nu technisch is, maar als het zo mag blijkt te zijn, dan zijn we dan wel te laat. Hoe denkt u daarmee om te gaan? Nou, dan kom ik bij u inbrengen. U zegt van nou, ik heb zorg bij de risico's, hè, van wat we nu doen als we overbieden. Als wij in feite overbieden of de REST komt niet mee, hè, want daar gaat het dan om. Ik denk dat Hardenberg een heel goed bod kan doen, omdat we gewoon een bod doen. Gelijk aan de ambities die hier in deze raad zijn uitgesproken. En wij doen niks anders dan op elke bijeenkomst van de REST duidelijk uitstralen dat dat een bod is van die 30%. Dat dat een bod is dat geldt voor de gemeente Hardenberg. En dan kom ik ook bij de bijdragers van anderen. Op het moment dat wij meer zouden doen, of er komen meer plannen, dan is dat voor de volgende 10%, namelijk dan gaan we naar de 40 in Hardenberg. En dat doen we niet voor buiten de grenzen van Hardenberg. En wij zullen ook alle gemeenten eraan houden dat als wij een bod doen van 30%, dat ook die gemeenten dat zelf ook doen. Want het kan in mijn beleving niet zo zijn dat er een gemeente is die dat niet kan waarmaken. Het kan best zijn dat er een gemeente is die zegt van wij hebben een stedelijk gebied. En wij redden de laatste 10% niet, maar de eerste 30% die zou iedereen moeten kunnen doen. Dus die opdracht die ligt er wat ons betreft vanuit de gemeente Hardenberg voor iedereen. Voorzitter. Meneer Bak is hier. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer de Kater, voor uw stelligheid. En niet dat ik uw stelligheid niet waardeer of vertrouw of wat dan ook. Maar nogmaals, we kennen ook de Nederlandse overheid. En als je wel de target krijgt als gemeente, waarbij wij inderdaad naar meer moeten en andere gemeentes het niet hoeven. En dan wordt het wel vervelend en dan hebben we wel een uitdaging met elkaar. Kijk, en u kunt volgens mij vandaag ook niet de garantie geven dat u die deur volledig dicht kunt houden. Nee, als u mij dat zou vragen van geeft u die garantie, die geef ik ook niet. Het is overigens ook niet de Rijksoverheid. Het is dan komt het weer terug en dan komt het weer in die REST terecht. En daarvoor hebt u gezien dat er ook een escalatiemodel is. En dan gaan er gesprekken aan en dan kan ik mij niet anders voorstellen. En die houding moeten we ook met elkaar hebben, dat is met gemeenten die onvoldoende leveren. En ik ga u garanderen dat wij voldoende leveren. Dat ga ik u garanderen. Want u hebt een ambitieus duurzaamheidsprogramma vastgesteld. Die is ook met concrete plannen omgeven. Dat is niet iets van, er staat iets op papier en we gaan er over een paar jaar mee aan de slag. We zijn er mee aan de slag. Dat zelfvertrouwen probeer ik ook uit te stralen. En ik probeer de collega-gemeenten uit te dagen hetzelfde te doen. En dat is wat we tot nu toe eerst kunnen bieden. En daarna moeten we proberen zoveel mogelijk uit te stralen dat het ook is. Meneer Jonkans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u zegt in feite van heel stellig van die 30%, dat is het waarde waar we ons aan houden. En dat, maar tegelijkertijd, en dan kom ik even terug op de vraag die ik zojuist stelde, van er dient ook een doorkijk geboden te worden naar 2050. Dat betekent dat er na 2030, dan gaan we vrolijk door met de rest en dan heb je misschien de rest 4.0. Dus hoe bouwt u dat in uw verwachtingenmanagement? Ja, volgens mij, hè, wat we nu doen, dat is voor nu. En wij gaan met elkaar weer in gesprek over de ambities voor de komende jaren. Dat doen we in dat meerjarenprogramma. En als u zorgen heeft voor na de 30%, of, want als wij alle plannen uitvoeren die we hebben, dan komen we zelf nog over de 30%. Maar die 30% gaan we halen. Maar dan moeten we een tandje bijzetten in dat nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid. Maar dat is wat we het komende jaar in januari en februari met elkaar gaan bespreken. Mag ik nog een vraag stellen op dit onderwerp? U benoemde net de samenstelling van de projecten die in redelijke mate concreet zijn. En dat klinkt best concreet. Al staat er in redelijke mate voor. Maar nu werd ook al het onderwerp innovatie genoemd. En die parkeerde u eigenlijk een beetje. Terwijl ik juist denk, als er innovatieve ontwikkelingen zijn die kunnen voorkomen dat er ergens een windmolen moet komen of ergens een windpark moet komen, dan zouden we dat toch moeten omarmen. Past dat dan nog in dat bod van die 30%? Voorzitter, mag ik daarop reageren? Want dit hebben we eerder meegemaakt, en ook van het CDA, dat ten tijde van dat de Veenwieken, dat daar een besluit over genomen zou worden, heeft toen de tijd het CDA ook zitten te schermen met innovaties, et cetera, en we doen het maar even niet. We hebben 2 jaar gewacht, er kwamen geen innovaties die zoda aan de dijk zetten. En daarom roep ik op, laten we alsjeblieft ons beperken tot technieken die op dit moment voorhanden zijn. Laten we daarmee plannen. Zijn er gedurende het proces nieuwe technieken, dan bouwen we die dan in. Maar laten we geen voorschot op de toekomst nemen. Niet op de pof. Voorzitter, daar mag ik vast op reageren. En dat is denk ik een keus hoe je in dit proces gaat zitten. En er heeft niemand gezegd, laten we maar wachten, laten we maar niks doen. Dat hebben wij ook niet gezegd, heeft u mij ook niet horen zeggen. En dat is een beetje het achteroverleunen waar heel veel economische ontwikkelingen aan ten onder gaan. Volgens mij moet je altijd je ogen open houden en kijken of het beter of anders kan. Wat u zegt is, ik ken een windmolen en ik ken een zonnepark, dan gaan we dat doen. En dat houden we vol tot 2030. En volgens mij is dat de houding waar we geen stap mee verder komen. En ik zou graag toch het antwoord hebben van de wethouder in plaats van u. Dank u wel. Nou, u heeft niet goed geluisterd. Ik heb gezegd van, tuurlijk moet je opletten als er nieuwe innovaties zijn. Maar laten we die meenemen in de planning op het moment dat ze ook rijp zijn om opgenomen te worden. Maar laten we niet nu een voorschot nemen op de toekomst en verder dan maar niks doen met de huidige technieken. Voorzitter. Meneer Bak. U kijkt verbaasd, maar ik zou graag de heer Jonkers daar een vraag over willen stellen. En misschien wel een beetje met de woorden van de heer Roelofs van het CDA. Ik krijg hier wel een beetje het gevoel dat de Partij van de Arbeid qua innovaties een beetje achteroverleunt en niet het klimaat wil geven waardoor er juist mogelijkheden gaan ontstaan, waardoor we extra kans maken om bepaalde, wat minder populaire zaken niet te hoeven. Nou, dat is niet juist, maar mag ik u dan een tegenvraag stellen? Welke innovatieve technieken zijn er dan binnen 5 jaar operatief die we dan op zouden kunnen nemen? Nou, ik noem er eentje. Het is niet eens innovatief, maar hij is wel bestaand. Laten we een kerncentrale bouwen. Voorzitter, mag ik heel even inbreken? Want we weten allemaal dat dat ook niet een realistische optie is. Als je weet hoe lang het bouwen van een kerncentrale duurt en hoeveel dat kost. Nog even los van, we hebben de mond altijd vol over draagvlak als het gaat over windmolens en zonnevelden. Terecht. Maar ik weet niet hoeveel draagvlak we kunnen organiseren als het gaat over het bouwen van een kerncentrale in iemands achtertuin. Nou, en als ik mag, voorzitter, op het ministerie van meneer Wiebes van de VVD is al jarenlang een loketje kernenergie. En dat wordt bemand. Er ligt wel stof op het loket. Want er heeft de afgelopen 4 jaar zich niemand gemeld. Hoewel het wel vaak geroepen wordt. Maar er is geen exploitant die eraan wil beginnen.
Dus een realistische optie lijkt me dit niet. Voorzitter, mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Een aanvulling. Weet je, we hebben het nu over, op dit moment over korte termijn doelstellingen. Dus, en qua innovatie, we zullen, en wat u zelf ook al aangeeft, meneer Jonkhans, hè, we hebben het hier over 2050, dus zullen we ook verder moeten kijken. Want in 2030, het houdt een keer op. En de windmolens moeten vervangen worden, zonneparken die niet meer verder kunnen, die weer opnieuw opgepakt moeten worden. Dus ergens moeten we starten. Ja, helemaal mee eens. We moeten starten met de huidige technieken die er zijn. Als u kijkt naar de ontwikkelingen ten aanzien van zon, de kostendalingen daarvan zijn enorm. Dus daar zijn heel veel innovaties aan de gang. Bij wind, er is nu de Heliade molen die heeft een opgesteld vermogen van meer dan 12 megawatt. Dus dat gaat allemaal door. Maar waar voorzitter. Meneer Bak op doelt, is volgens mij andere technieken. En nou, hij bedoelt daarmee kernenergie. Ja, ik bedoel, als u een exploitant weet, ik zou zeggen, ga even naar Den Haag en probeer het te regelen. Meneer Bak, daarna meneer Roelofs en dan meneer Kuipers. En dan wil ik de wethouder ook weer verder laten gaan met de beantwoording van de vragen in de eerste termijn. Meneer Bak. Ja, dat lijkt me sowieso een goed voorstel, voorzitter. Want mijn kerncentrale was natuurlijk wel als schapje bedoeld. En nou goed, ik vind het dan wel bijzonder om te zien dat de ChristenUnie dan wel reageert en voor de rest nog niet met heel veel bijdrage in deze discussie komt. Richting de heer Jonkhans. Volgens mij, en dat is waar het omgaat en waar mijn vraag op zat, is van, is het niet het een of het ander? En daarom was mijn grapje van de kerncentrale ook best wel serieus. We moeten met elkaar alle zeilen bijzetten om het goede te doen. En we weten dat er best heel veel weerstand zit tegen de zaken die er nu zijn. Daarmee zeg ik niet dat het niet moet gebeuren, absoluut niet. Maar ik zeg ook dat, en dat is ook een oproep richting het college, kijk nu alsjeblieft, en dat heeft volgens mij de heer Rodemond zojuist ook gezegd, kijk nu alsjeblieft ook naar de mogelijkheden om innovaties aan te jagen. Want het aanjagen van innovaties brengt ook rendement en ondernemerschap met zich mee. En als in Hardenberg die ambitie hebben om duurzaam te zijn, en die ambitie die hebben we al lang, die zit ook al vanuit het verleden bij ons. Als ze die ambitie hebben, dan kan het een uithangbord zijn, dan kan het bedrijvigheid aantrekken en dan kan het de economie in onze gemeente ook ondersteunen. En dan ga je naar een win-win situatie, dan ga je naar en duurzaamheid en naar de economische ontwikkeling toe. En dat is eigenlijk het pleidooi dat ik hier hou. Zonder weg te lopen voor een stukje verantwoordelijkheid voor zaken die wel gedaan moeten worden. Ik wilde eigenlijk voorstellen om verder te gaan met waar we eigenlijk over begonnen. Zonder alle mogelijkheden op het gebied van innovatie langs te gaan. Dus mijn vraag is eigenlijk of de wethouder nog weet waar mijn vraag begon. Meneer Kuipers. Ik had exact dezelfde vraag. Ik wil aangeven van misschien kunnen we gewoon wachten op het antwoord van de wethouder. Mooi debat, voorzitter. De vraag van de heer Roelofs was van, kijken we wel naar innovaties en eventueel, tenminste die ondertoon die beproefde ik in zijn vraag, van kunnen we dan dingen weglaten die mensen wellicht niet zo leuk vinden, om daar innovaties voor in de plek te doen. Innovaties. Daarop zeg ik hardop ja, want ik wil ook heel graag andere technieken, innovaties. Ik ben het ook met de heer Bak eens, van dat zou iets aan kunnen jagen. Heel graag. De RES vraagt nu om een concreet bod van concrete plannen. En daar is geen ruimte van. Nou, we doen 20% concreet en 10% gaan we nog iets innoveren. Maar we kunnen niet benoemen wat het is. Dat wordt niet geaccepteerd in de RES. Dan komen we in de situatie dat we de Rijksoverheid na het concept wel bij ons krijgen. Dus we moeten concrete zaken aanbieden. En vooral innovatie, een plek geven in ons nieuw meerjarenprogramma duurzaamheid. En dan, ja, je kunt nooit de innovatie omschrijven wat die is, want dan was die er al. Hè? Dus, maar dat we daar ruimte voor bieden voor innovatie, daar vindt u mij zeker aan uw kant. Ik zou daar heel graag nog een vervolgvraag over stellen. Want u noemt concrete plannen, maar dat zijn geen plannen die bijvoorbeeld al vergund zijn. Dus dat zijn dan toch nooit concrete plannen. Kunt u daar eens iets aan uitleg over geven, hoe u dat dan ziet? Nee, concreet dus gaat weer niet zover als vergund, alhoewel er ook plannen bij zijn die wel vergund zijn. Want we weten natuurlijk dat we ook een aantal zonnepanelen
hebben vergund. Maar concrete plannen, dat zijn plannen waar je nadrukkelijk mee bezig bent. De plannen waarover gesproken wordt. En niet iets van, nou, we hebben een onderzoek gedaan naar waar zijn mogelijkheden voor zonnevelden. En er vervolgens nog niet één mee aan de slag. Of nog nou ja, dat vindt men niet concreet. Dus zo moeten we het zien. Voorzitter, ik ga verder. Nog even een VVD van, waar zeggen we nu ja tegen? We zeggen ja tegen de ambities die de gemeenteraad al heeft uitgesproken. Daar zeggen we ja tegen. En ik denk dat dat ook heel goed past bij Hardenberg. Want die ambities die zijn hoog en daar kunnen we echt mee thuiskomen. Had ik nog een paar vragen van op koers. Democratie in actie. En welke rol heeft hij nu in dit verhaal? En... even kijken, participatie, de gemeente, ik weet niet meer precies wat de vraag was, maar wat belangrijk is dat de participatie blijft bij de gemeente. Dat wil ik u in ieder geval meegeven. Ik moet er niet aan denken dat we een situatie krijgen dat de communicatie of de participatie weggelegd wordt bij een ander orgaan, bijvoorbeeld bij de provincie. Wij willen graag zelf met onze inwoners in gesprek, want het gaat over concrete plannen. En dan zou ik dat ook heel graag zoveel mogelijk bij de gemeente willen laten. Wij kennen onze inwoners en wij staan er dichtbij. Voorzitter. Meneer Jonkans. Een beetje verwarrend, want het woord participatie kent twee betekenissen. Enerzijds meedoen met geld. En volgens mij zegt de RES zegt daar ook iets over. Het streven van 50%, bedoelt u dat nu? Of bedoelt u... participatie in de zin van communicatie, ja. En dat de mensen meedoen in de besluitvorming, maar daarover geïnformeerd worden. Participatie daarbij bedoel ik, zeg maar het traject wat we bijvoorbeeld op dit moment doen in Bergtheim, Kloosterstraat, Sipkelo. Dat vind ik een participatietraject. En dat organiseren wij. En ik vind dat in dat soort situaties dat we dat echt zelf moeten doen en dat daar geen provincie of wie ook zich mee moet bemoeien, om het maar heel zwart-wit te zeggen. Oké, dan is mijn vervolgvraag dan van die 50% participatie waarover gesproken wordt in de RES. Ja. Hoe geeft u daar invulling aan? Nee, als zeg maar, de provincie zegt van wij, want er is natuurlijk, er worden mensen beschikbaar gesteld, er wordt, als er geld is, de provincie kijkt mee en doet mee, daar ben ik natuurlijk een enorme voorstander van. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel financiële participatie in de projecten, zodat de investeringen die gedaan worden, dat die ook zoveel mogelijk het geld weer terugkomt in de gemeenschap. Ja. Die participatie die bedoel ik. Ja, nee, maar ook daarvoor even weer naar Kloosterhuis Bergentheim, het project daar. Volgens mij is dat ook een onderdeel van het gesprek wat we met elkaar hebben. Wat kan de omgeving eraan hebben? Nou, daar zijn we groot voorstander van. Dat vind ik een voorwaarde. We zien bijvoorbeeld wat Lutten Lever doet. Dat het in het gebied blijft. Dat zijn dingen waar wij natuurlijk de grootste voorkeur aan geven. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Even kijken. Wat nu precies de rol is van democratie in actie, voorzitter. Ik kan er iets over zeggen, maar ik wil daar graag ook verstandige dingen over zeggen. Dus ik stel voor dat ik dat even schriftelijk beantwoord. Want dat moet ik even goed nazoeken. Dan kom ik bij het CDA. Die heeft gezegd van een realistisch bod versus een extra opgave. Daar hebt u iets over gezegd. Ja, die komt altijd terug. En uiteindelijk bij het laatste, niet bij het concept, maar bij het laatste verhaal, dan beslist ook de raad. Dus dan zit u daar ook bij. Dan zit u ook daar ook bij aan het stuur. Dus in die zin denk ik dat geborgd is. U gaf nog iets aan over de toepassing van de zonneladder. Dat zijn ook zaken volgens mij die wij, hoe willen wij daarmee omgaan. Maar daar gaan wij ook iets over zeggen in het nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid. Dus ook daar gaan wij ook kijken van, willen we die nu echt stringent toepassen of niet. Maar hij staat er in ieder geval in. En als laatste opmerking, en dat is wel een beetje wat ik toch nog wil zeggen. Na de 30%, na het bod wat wij willen doen, is er nog meer. 40, 50, we moeten door. Dat hoorde ik ook bij nog de fractie van 50+. Dus we moeten ons niet blind staren op de korte termijn die we nu doen met elkaar. Daarvoor zijn we de concrete plannen nodig.
En we moeten vooral doorgaan om te kijken van hoe kunnen we meer invulling geven aan de energietransitie. Zodat we ook in de toekomst een goed antwoord blijven houden richting buurgemeenten, richting provincie. Van we doen het hier goed en we redden ons ermee en we staan ons mannetje, ook voor iedereen. En daarmee houden we denk ik met dat soort stoer beleid, want dat hebt u ook met elkaar vastgesteld, houden we ook, ik wil niet zeggen de vijand, maar houden we wel onze collega's buiten de deur. Dank u wel, voorzitter. Meneer Bakker wil nog een vraag stellen. Voorzitter, dank u wel. Ik heb nog geen antwoord gehad op de vraag of de industrie haar eigen aandeel levert. Ja, de industrie zit hier niet in, maar de industrie wordt natuurlijk wel door de RVO bevraagd op wat doet u. En ook afgerekend op, dat is een ander traject, maar die wordt wel gekeken wat doet u aan energiebesparing en eigen opwek. Maar dat is een ander traject. Maar die worden daar nadrukkelijk ook wel in de landelijke energietransitie betrokken. Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie in ieder geval drie. Voorzitter, was toch één vraag voor mij niet beantwoord? Ik neem hem even mee in de tweede termijn. Oké. Wat was de vraag die u... Ten aanzien van de warmtetransitieplannen, of er al wijken of gebieden in de gemeente zijn waar deze in de weg voor het stadium zijn. Meneer Roelofs. Ik zou nog graag iets horen over de communicatie en dan iets meer in detail. Ik gaf in mijn betoog al aan dat het heel lastig is om te helpen deze doelstellingen uit te dragen als we niet zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn. En ik heb af en toe het idee dat ik wel eens wat ontwikkelingen mis, dus dat beter zou kunnen. Dus ik wil graag dat u daar nog even op ingaat. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Met uw welnemen kom ik eventjes nog kort terug op een zojuist gehouden discussie rondom de vermaledijde innovatie. Ik moest er eventjes over broeden, dus kom ik er nu maar eventjes op terug. En wat ik in het stuk zie, en wat ook bevestigd wordt in ieder geval in de beantwoording van de portefeuillehouder, is dat we in de RES concrete voorstellen fysiek van aard doen, waardoor we de ruimte beschrijven die in Hardenberg er is, om in ieder geval richting 2030 die 30% te gaan halen. Mijn vraag was ook een beetje gestoeld en die werd eigenlijk een beetje bekrachtigd door de heer Bak hier naast mij. Doordat ik nu ook naast de fysieke ruimte ook een maatschappelijke ruimte als het ware zie in Hardenberg. Als je het onderwijs, de ondernemers, de innovatiekracht en de motivatie hier optelt, zie je ook daarin ruimte ontstaan, juist voor die innovatie. En als we die weten te beschrijven, komen we ook wat dichter bij de vraag, hoe gaan we na 2030 verder? Want daar bleven we ook met z'n allen enigszins vaag in. Dus kunnen we op een of andere manier ook in zo'n stuk als de RES een beschrijving opnemen, naast de fysieke opgave, ook een maatschappelijke opgave voor 2030 en verder? Met andere woorden, kunnen we dan kijken, niet zozeer welke innovaties zien we voor ons, en er hoeft geen kerncentrales of wat dan ook te zijn, of energieopwekkende snelwegen voor mijn part. Het gaat erom dat we nu een bepaalde kracht kunnen beschrijven die innovaties kunnen bewerkstelligen, zodat we onze economie daarin ook een handje kunnen helpen. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder die vertelde voor 1 juni, dan moet het conceptbord ingeleverd worden. En dan is dus ook duidelijk waar de projecten zoal neervallen. Dus voor die tijd moet die communicatie met het gebied dus ook gepleegd zijn. En daar moet dus ook draagvlak voor zijn. Want in de totale restbod, daar moet het draagvlak, dat zei de wethouder zojuist, is dan geregeld zodat je dat richting een gezamenlijk bod van de rest West-Overijssel naar het PBL kunt brengen. Is dat niet een hele korte periode om iedereen goed te informeren en om daar ook een comfortabel gevoel bij te krijgen? Tot slot, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Het was eigenlijk bedoeld als reactie op wat mijn collega Rodemond hier naast mij aangaf. We zijn het overigens niet altijd met elkaar eens, misschien ook heel vaak niet, maar ik moet zeggen dat het een buitengewoon interessante suggestie is om te kijken of dat inderdaad in de RES opgenomen kan worden.
Want de ambitie daarin, die spreekt mij zeer aan. Dus ook mooi verwoord, heer Rodemond. Maar ik ben ook wel even benieuwd hoe andere partijen daarin staan. Want, kunnen we met elkaar daarmee ook richting geven in deze hele lastige discussie over duurzaamheid richting de toekomst? Wat we elkaar daar kunnen vinden. En wat ook misschien wel de spanning komen van hoeveel gaan we nu bieden en wat wordt ons uiteindelijk opgelegd? Want als je uiteindelijk dan het roer in eigen hand neemt, sta je veel sterker en zou je gewoon beter richting geven kunnen richting de toekomst. Dus wellicht dat het een suggestie mag zijn om mee te nemen, maar ik ben ook wel eens benieuwd hoe collega raadsleden daarin staan. Voorzitter, het zal aan mij liggen, maar ik snap er helemaal niks van wat u nou zegt. Kunt u misschien nog een keer concreet uitleggen wat het voorstel is? Vraagt u dat aan mij of vraagt u dat aan heer Rodemond? Nou ja, ik doe de bijdrage van meneer Rodemond mee in uw oproep naar ons. Ik doe een interpretatie op het voorstel dat de heer Rodemond doet. En dat is volgens mij om hier een maatschappelijk maatschappelijke tendens van te maken. Om samen met ondernemers, onderwijs en de overheid handen in één te slaan. Om te kijken of we de innovatie op duurzaamheid kunnen aanjagen. En zodra het van ons allemaal wordt, en volgens mij hebben we dat in Harderberg al een keer eerder gedaan. Toen we als duurzaamste gemeente naar voren zijn gekomen, ook met het duurzaamste gemeentehuis waar we nu in zitten. Als je dat met elkaar gaat doen en je dat ook maar eens een keer een plekje zou kunnen geven in de res richting de toekomst, dan zijn we ook voorbereid op de discussie na 2030. Want we hebben nu een ambitie uitgesproken, maar als je nu ook met elkaar zegt, we gaan innoveren en we gaan die innovatie gezamenlijk maatschappelijk aanjagen, ja, dan kun je volgens mij een punt maken. Maar dan als parallelspoor. Maar dan, ik begrijp van de wethouder, innovatie zit niet in het bord van de rest. Dus is het een parallelspoor buiten de rest. Meneer Bak, dat is volgens mij de vraag die de heer Rodemond gesteld heeft. Even een puntje van orde. Meneer Rodemond heeft een vraag gesteld aan het college. Nadrukkelijk gevraagd, is het haalbaar? Laten we dat antwoord nou eens eerst afwachten voor we een discussie gaan voeren. Als blijkt dat het eigenlijk helemaal niet kan of haalbaar is. Dus laten we daar eerst mee beginnen, meneer Bak. Dat is precies mijn voorstel, voorzitter, dat ik die vraag niet kon beantwoorden. Nog meer vragen voor de tweede termijn? Niet. Ja, voorzitter. Ik begin even met de vraag van GroenLinks, want hier was ik inderdaad vergeten. De warmte-transitievisie 2021, halen we dat? Nou, we hebben de sprintsessie gehad om de eerste contouren vast te stellen. We zijn nu in de provincie, dat doen we samen met de provincie en met een adviesbureau, allemaal ook geïnitieerd door de provincie. Als we die contouren wat meer duidelijk hebben, dan komen we ook bij de raad om de raad te vragen van is dit het nu en herkent u zich hierin? En dat gaan we allemaal ruimschoots halen voor de wettelijke termijnen. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Dan het CDA ten aanzien van communicatie. Maar ik had hem verkeerd begrepen, maar volgens mij, als ik het goed begrijp, heeft het ook vooral over de communicatie naar de raad toe. Hoe u aangehaakt blijft en hoe we u ook zo goed mogelijk op de hoogte houden. Het is een beetje flauw en zo is het ook niet bedoeld. We hebben natuurlijk een afgevaardigde uit de raad in het hele RES-proces, samen met statenleden, AB-leden van waterschap. Die heeft niet als functie om u altijd op de hoogte te stellen. Dus dat moeten we ook niet bij Bas Kuipers op de schouders neerleggen. Maar ik ben bereid om daar toch een structuur voor te vinden. Als u zegt van we willen graag op momenten met duurzaamheidsportefeuillehouders een keer om tafel, of dat moeten we één keer in de twee maanden gewoon doen, dan ben ik daartoe bereid. Ik weet anders niet, maar dit is een proces wat doorloopt. En we kunnen natuurlijk zo nu en dan zo'n heerlijk debat, want ik vind het een fantastische avond, houden hier in de raad. Maar ik weet niet als u dat uw bedoeling is. Dus geef mij aan wat u voor ogen ziet, want ik wil u faciliteren. Dit soort debatten kunt u mij voor wakker maken, dus dat is op zich geen probleem. Mijn vraag was ook geen verwijt aan meneer Kuipers, laat ik dat ook gezegd hebben. Maar ik denk dat het wel aansluit aan de vraag van mijn rechter
partnerschappen met de heren Bak en Rodemond, dat wij allemaal hier een verantwoordelijkheid in hebben. Meneer Bakker vroeg al naar de verantwoordelijkheid van de industrie. Maar zoals ik de verantwoordelijkheid van de industrie zie, zie ik ook de verantwoordelijkheid van ons als raad. En dat wij op elk moment in staat moeten zijn om uit te leggen waar we voor staan en waarom wij keuzes maken. En om zo goed mogelijk die rol in te kunnen vullen, moeten wij zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. En als dat betekent dat wij elke maand een keer met u een debat hebben, een avond, dan kunt u op me rekenen, dan ben ik er. Maar mijn vraag is eigenlijk van wat voor structuur heeft u voor ogen? Want ik wil graag aan uw vraag voldoen. Maar dan moeten we dan, en dat kan ook dat we dat op een ander moment eens even bepalen. Maar ik ga daar graag met u over in gesprek hoe u dat voor ogen ziet. Want dan gaan we dat faciliteren wat mij betreft. Meneer Kuipers. Ja, daar wil ik toch even op reageren. Dan zit ik wel even, laat ik de ChristenUnie even, zeg maar, ik sta hier wel even onafhankelijk in. We zijn al, we lopen een beetje op de feiten vooruit, maar we zijn al bezig om in februari en in april sowieso een bijeenkomst te organiseren waarin alle raadsleden mogen aansluiten. Er zijn er ook al een aantal geweest. Dat is om u zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van de informatie die u nodig heeft. En daarnaast is het wel zo, als wij vinden dat wij dat op een andere manier moeten doen, dan kan ik dat in elk geval terugkoppelen en dan willen we dat ook absoluut doen. Even een volg op die stelling. Die sessies die u noemt, zijn dat sessies voor Raad Hardenberg of zijn dat voor raadsleden in de restregio? Die zijn voor de hele regio, maar uiteraard ook voor ons. Ik kom erop terug. Ja, is goed. Prima. Meneer Bak. Meneer Bak. Misschien om een concreet voorstel te doen, want de heer Roer zegt, ik kom erop terug, maar misschien moeten de portefeuillehouders van de fracties even een keer samen met de heer de Kater om tafel gaan om samen eens even een discussie te voeren van waar is er behoefte aan, ja. Wat zou de juiste frequentie zijn en wat zou de juiste overlegvorm daarbij zijn. Als dat dan de eerste stap mag zijn, volgens mij hebben we dan een aanpak te pakken. Ja, mooi voorstel en ik hoor ook een toezegging. Ja, dus prima. Gaan we doen. Oh, voorzitter. Mevrouw Verschuren. Ja. Ik sluit me bij de woorden van meneer Bak en meneer Roelofs aan. Zelf heb ik zoiets van, ik ben bij twee bijeenkomsten van de rest geweest. Heb je alle gemeenten die bij elkaar komen, maar ik zal het wel op prijs stellen. Als we ook als gemeente zelf, wat meneer Bak ook al aangeeft, met portefeuillehouders bij elkaar zitten. En dan ook het gesprek voeren van hoe of wat. Ja. U steunt het voorstel. Ja. Mooi om te horen. De portefeuillehouder kan weer door met de beantwoording. Gaat uw gang. Oké, okay, nou nog even het bijschrijven van de maatschappelijke ruimte in de rest, hè, waar de heer Rodemond iets over heeft gezegd. Ja, ik denk dat de rest een heel statisch document is als het gaat over van wat gaan wij concreet leveren. En wij kunnen daar een mooie vlag bovenop zetten met onze maatschappelijke doelen. Ik denk dat daar echt de ruimte voor is om dat te doen in onze eigen nieuwe meerjaren duurzaamheidsprogramma. Daar zou ik dat een plek willen geven. Voorzitter. Want ik denk dat het planbureau voor de leefomgeving zegt van nou hartstikke mooi, maar dit is niet concreet, dus we doen er niks mee. Meneer Rodemond. Ik snap uw antwoord. Ik had hem ook al enigszins verwacht, omdat u hem ook al in de eerste termijn een beetje had meegenomen als zodanig. Ons eigen meerjarenplan uiteraard. Kijk, dan mis je misschien ook enigszins de ruimte en de aansluiting in de regio zelf, leek mij. Dus vandaar ook mijn suggestie. En je kan een probleem altijd van meerdere kanten bekijken. En dat kan fysiek, maar dus ook maatschappelijk, zoals ik eigenlijk al duidde. Als u zegt, ja, de ontvanger van het stuk, die wil dat eigenlijk niet lezen. Dat kan zo zijn. Dan nog kunnen we in ieder geval binnen de eigen regio wel het een en ander met elkaar afstemmen en afspreken daarover. En of dat nou in dit stuk is of in een ander stuk, ja, eerlijk gezegd vind ik dat niet zo heel erg interessant. Interessant lijkt mij in ieder geval om wel die beschrijving proberen te maken, ook in gezamenlijkheid in die regio. Ja, voorzitter, waarvan akte zou ik bijna willen zeggen. Dan nog de Partij van Arbeid, die zegt van ja, het is een korte periode richting juni. Ik zou bijna willen zeggen, voor ons niet. Wij zijn er wel uit. En wij komen met een goed bod. En voor ons is dat helemaal geen korte periode. Ik heb het gevoel, ja, voorzitter, dat de wethouder mij niet helemaal begrijpt. Want mijn stelling was van, het ging ook over de communicatie met de mensen in het gebied.
En u zegt van, nee, maar dan, in juni zijn we er wel uit en dan is die communicatie dus ook geveegd. Nou, toen dacht ik van, juni, nu zijn de gebieden nog niet bekend waar het allemaal gaat gebeuren. En tegen die tijd zal er toch enige consensus moeten zijn. En dan is denk ik juni toch vrij vroeg. En mijn vraag daarbij is dan, van hoe denkt u dat te vegen tegen die tijd? Ja, voorzitter, dan komen we weer terug op de discussie die we de eerste termijn hebben gehad, volgens mij. Namelijk, moeten wij over dit traject tot juni een enorme communicatie op poten zetten? Ja, ik begreep uit uw beantwoording die eerder die in de raad zijn gesteld, maar die gingen daarover. En zei van, maar dat is niet zo'n probleem. Over de concrete, dan heb ik het verkeerd begrepen. Ja, nee, maar dan gaan we het nog een keer even goed neerzetten, want dat is wel belangrijk. Ik denk dat de communicatie die wij voor hetgeen wat we nu doen tot ons bod in juni, dat wij daar onze inwoners niet hoeven te informeren over zo groot is ons bod. Want dat bod, dat zijn een aantal concrete zaken, dat zijn vergunde zonnevelden, dat is het traject waar we nu in zitten met het Kloosterhaar Bergentheim. Daar kunnen we wel over communiceren van die zitten ook in ons restbod, maar mensen weten dat we daarmee bezig zijn. Voor ons is het belangrijk dat we de communicatie van die projecten goed op orde houden. Dat moeten we doen. Maar om daar nu een restcommunicatie overheen te doen, ik denk dat dat een zinloze exercitie wordt. Want dan gaan de mensen het helemaal niet meer begrijpen. Dus dan op het moment dat het bord dat we helemaal concreet en we hier in de raad en we gaan, het is geen conceptbod meer, maar het is een totale bod. Nou, dan moeten we dan nog eens kijken wat we moeten doen. En nogmaals, wij hebben concrete plannen die bekend zijn. Daar is geen woord Frans bij. Maar het kan zijn dat voor andere gemeenten, die straks toch met concrete plannen moeten komen, waar inwoners nog niet van af weten dat die plannen er zijn, dat je dan misschien richting juni in de problemen komt. Dat zou kunnen. Maar dat laat ik dan bij die gemeente. Ik zie een aanvullende vraag van mevrouw Verschuur. Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen dat u al een bod heeft. Ik word eigenlijk wel nieuwsgierig, dus mijn vraag is eigenlijk aan, en we hebben straks die meerjarenplan, zien we daar het bod dan ook in terug? Zijn dat twee instrumenten die zeg maar samengevoegd worden? Ik denk dat het goed is, want er wordt gevraagd om van hou ons op de hoogte, waar zijn we mee bezig? Dat we juist dit soort dingen, van het bod wat wij doen, ook in concept, wat het eerste bod is, dat wij dat gewoon ook bij u kenbaar maken. Daar is helemaal geen spannende dingen bij. Dus in die zin moeten we dat gewoon, gaan we dat ook richting raad communiceren. Dank u wel. Ik kijk nog even naar meneer Jager. Ik heb de beantwoording van uw vraag niet helemaal meegekregen. Is die voldoende beantwoord? Jazeker. Ja. Akkoord. Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de derde termijn? Niet? Dan ga ik ervan uit dat dit een bespreekstuk wordt voor de raad. Ik zie instemmend geknikt. Ik zie daar een hamerstuk, toch? Ik wil nog van mij een hamer, hoor. Dat wordt mij ook een hamerstuk. Hamer. Nou, dan wordt het een hamerstuk. Prima. Gaan we door naar het volgende agendapunt. Wijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst IJsseland. Wie kan ik daarover het woord geven? Niemand kan als hamerstuk naar de agenda. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020. Meneer Van der Grampel, mevrouw Joldersma, mevrouw Schuurman. Ik begin bij u, mevrouw Schuurman. Bedankt, voorzitter. Verder op het Hardenberg heeft een aantal vragen. Op bladzijde 3 van het raadvoorstel en artikel 8 verordening om maatschappelijke ondersteuning jeugdzorg op bladzijde 3. In artikel 8 staat er is een participatieraad voor advisering bij de uitvoering van de wet. Echter staat op bladzijde 3 van het raadvoorstel dat de participatieraad is geïnformeerd. Onze vraag 1 is onze conclusie juist vanuit de stukken dat de participatieraad geen advies heeft uitgebracht? Vraag 2, in deze verordeningen zijn er toch wel aanpassingen waarvoor het advies van de participatieraad gewend was geweest. Onder andere over het punt over automatische deuropening. Wanneer een woonstichting bijvoorbeeld deze niet wil plaatsen voor één bewoner. En die bewoner is rolstoelafhankelijk,
moet deze persoon binnen blijven omdat hij niet zelfstandig meer naar buiten kan. Omdat hij de deur niet kan openen met zijn rolstoel. Hoe denkt de gemeente dit soort problemen op te gaan lossen? Daarom had het hier maar met de mening van 50PLUS Hardenberg wel het advies moeten gevraagd moeten worden aan de participatieraad. Zij vertegenwoordigen tenslotte onze inwoners. Dan op bladzijde 2 onder lid 3e tot maximaal 5 jaar na de uitbetaling van het persoonsverbonden budget moet de ontvanger rekening houden met de controle door het college. Vraag 1 is het college... Is de conclusie juist dat er geen controle op de besteding van de persoonsverbonden budgetten jaarlijks worden uitgevoerd? Wanneer wordt deze controle wel uitgevoerd en wat heeft de controle na 5 jaar dan nog van meerwaarde? De conclusies zijn toch al eerder getrokken. Artikel 6.3 lid. Degene die de voorzieningen levert dient op geen enkele wijze druk op de inwoners enzovoort. De vraag is, wie controleert dat? Vraag 2. Door wie wordt deze druk eventueel vastgesteld? Dan nog artikel 12. Wanneer een maatwerkvoorziening niet wordt verstrekt, omdat de aanspraak staat op de voorziening op grond van een of andere wettelijke bepaling. Wordt deze cliënt en aanvrager dan hier bijgestaan? De aantekening die 50PLUS Hardenberg graag wil maken is, misschien is het overweging waard om voor het college om de cliënt te ondersteunen aan te stellen en een of andere afspraak te maken met de instelling die een cliënt ondersteunen heeft, als het dan nog niet gebeurd is. Artikel 12, lid 2c, veroorzaakt de bepalingen voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen. En verder plus vraagt af, wat wordt hiermee bedoeld? Dan nog artikel 13.10. Wordt dit gecontroleerd? De laatste hoor, de laatste vraag. Wat is de regel wanneer de woningaanpassing moet gebeuren door bijvoorbeeld een aannemer die de materialen niet op tijd kan worden geleverd kunnen krijgen en daardoor de termijn er niet langer wordt? Tot Dank zover. U wel, mevrouw Schuurman. Een aantal vragen zijn van technische aard. Dus het is even afwachten of dat op een andere wijze wellicht beantwoord kan worden. Ga ik naar mevrouw Joldersma. Ja, voorzitter, dank u wel. We willen het college bedanken voor de heldere stukken en ook de overzichtelijke tabel met de wijzigingen. We hebben 2 vragen over jeugdhulp en 2 vragen over de WMO. De eerste vraag over jeugdhulp gaat over... we hebben hier pas geleden, 2 weken geleden, nog een verordening vastgesteld voor de gecertificeerde instellingen. In deze verordening wordt nergens naar de gecertificeerde instellingen verwezen. Vallen die nou wel onder deze verordening of vallen ze daar nou niet onder? Dan hebben we nog een andere vraag en die gaat over de toegang. In deze verordening wordt wel iets gezegd over de toegang. Maar er wordt niks gezegd over de verlenging van een specialistische hulp bijvoorbeeld. Dan vinden wij dat op zich niet zo erg. Alleen de manier waarop dat is geregeld voor de toegang vinden wij eigenlijk wel heel mooi. Want daar wordt geregeld, een medisch specialist, een jeugdarts of een huisarts kan verwijzen. Dan wordt nog even bij de jeugdhulp nagevraagd, heeft de jongere dat echt nodig? Nou, als die zegt, dan kan op die manier ook jeugdhulp worden verkregen. Maar opeens, als het gaat om iemand of het verlengd moet worden, dan gaat het allemaal weer naar het wijkteam terug. Waarom is die procedure zoals we die hebben voor de toegang ook niet in te zetten voor als een subsidie moet worden of als er sprake is van een verlenging van de hulp? We krijgen die vraag ook heel erg van allerlei jeugdhulpaanbieders, want die maken zich grote zorgen dat voor de wijze waarop nu die verlenging plaatsvindt, ze moeten allerlei persoonlijke gegevens afgeven. Onze regio is daarbij echt anders dan andere regio's in het land en ze hebben daar grote moeite mee om zo de privacy te moeten overtreden. Dan 2 vragen over de WMO. De eerste die gaat over de kosten van huishoudelijke hulp. We hebben daar vorige week een bijeenkomst over gehad, een raadsinformatiebijeenkomst. Als je kijkt naar de afgelopen 3 jaren, dan neemt het aantal gebruikers en daarmee ook de kosten van de huishoudelijke hulp neemt toe. Nou, we hebben net al van de inspreker gehoord wat de consequenties zijn voor de huishoudelijke hulp voor hem. Dat bedrag gaat ietsje naar beneden. Maar de grote vraag die je straks gaat oproepen is van gaat die huishoudelijke hulp die wij als algemene voorziening hebben, gaan die kosten nou opeens gigantisch omhoog omdat we opeens te maken hebben met zo'n abonnementstarief en dat mensen die dus nu particuliere hulp hebben bij een instelling, dat die dan toch proberen om hulp te krijgen via de gemeente. Graag horen we van de wethouder en we gaan ervan uit dat hij boven de situatie kan staan, dus dat hij niet dat voor anderen hoeft in te vullen, maar dat hij dan toch een inschatting kan geven. Gaan die kosten, verwacht hij dat die exponentieel omhoog gaan
Of zullen die geleidelijk omhoog gaan dat mensen toch denken, nou als ik het zelf kan betalen, dan betaal ik het gewoon zelf, ook al is het via de gemeente goedkoper. Stel nou dat zijn antwoord toch de inschatting is dat die kosten toch wel flink omhoog zullen gaan. En we hebben het daar vorige week wel even bij de raadsbijeenkomst van gedachten gewisseld. Dan zouden wij het wel heel fijn vinden als hij ons bijvoorbeeld begin volgend jaar een aantal opties op een rijtje kan zetten van hoe we daar als gemeente mee omgaan. Want iedereen wil natuurlijk, zoals we dat in 2014 hebben gezegd, dat je effectief die hulp in de huishouding gaat inzetten. En dat dat tegen zo laag mogelijke kosten gebeurt. Dat de mensen die het echt nodig hebben, die het ook krijgen. Maar moet je dat dan nog op deze manier willen doen, via zo'n algemene voorziening? Is het misschien handiger via een maatwerkvoorziening, zodat je iets heldere criteria kan stellen en het niet meer bij de instellingen soms gaat neerleggen om te beoordelen of iemand dat nou wel of niet nodig heeft? Of gaan we nou echt die creativiteit die we in 2014 al hebben benoemd bij de algemene voorzieningen, en wat we nu misschien al doen via die pilot thuissupport, op een andere manier zorgen dat mensen op een verstandige manier toch de goede huishoudelijke hulp kunnen krijgen. Graag een reactie van de wethouder daarop. Meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. De aanleiding is voor de fractie van de ChristenUnie wel duidelijk eigenlijk voor dit raadsvoorstel. Voornamelijk enkele technische en inhoudelijke wijzigingen van de verordening, volgend op de landelijke wet en regelgeving. Inhoudelijk is dat voor ons prima zo. Daarmee zijn we wel akkoord. Ik heb nog wel even een vraag aan de portefeuillehouder, eigenlijk ook een beetje aansluitend op wat mevrouw Joldersma naar voren brengt. In het raadsvoorstel wordt ook melding gemaakt dat het effect van een aanzuigende werking moeilijk te kwantificeren is. Ik zou toch de wethouder willen verzoeken om hier onderzoek naar te doen. Je pakt bijvoorbeeld een drietal pijldata, omdat de uitkomst daarvan best wel relevant kan zijn voor de beleidsontwikkeling. Tot zover. Wethouder Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals gezegd, een aantal technische en inhoudelijke aanpassingen van de verordening. Een heel aantal vragen uit de hoek van 50PLUS. En zeg maar ook heel eerlijk, wat daar een beetje door overvraagt. Want er zitten best een aantal vragen tussen die gaan over artikel dit en dit, sub dit en dit. En wat betekent dat nou feitelijk en niet en zo. Hè? En het liefst had ik die antwoorden zo allemaal hier uit de mouw geschud. Alleen dat gaat op sommige vragen niet lukken. Dus ik stel voor dat we die vragen ook gewoon even technisch ook stellen en beantwoorden. Ik wilde wel even een paar dingen uitpikken. Even, waar gaat dan toch een lampje branden als ik het betoog gehoord heb? Dat is daar waar het ging over de participatieraad. Er is, zover ik begreep, wel contact geweest over dat wat in artikel 12 volgens mij staat uit mijn hoofd. Althans, ik zag wat mailverkeer voorbij komen. Of het daar nog wel of niet ging over een technische aanpassing. En wij waren van mening van wel. En dat is het verhaal over, mag je ervan uitgaan dat die gemeenschappelijke ruimten, dat die zo gemaakt worden dat ze ook zeg maar, geschikt zijn voor mensen met een beperking. En daarvan is het zo, als iemand gaat verhuizen bijvoorbeeld naar een appartementencomplex, omdat hij graag lang en zelfstandig wil wonen, dat wij zeggen, maar dan gaan we er ook van uit dat iemand kiest voor een gebouw waar in de gemeenschappelijke ruimte ook die goede voorzieningen zijn. En mocht dat nou helemaal niet goed gaan, dan zit er nog een hardheidsclausule in waar we naar zouden kunnen kijken. Maar het is niet zo dat er een officieel advies gevraagd is aan de participatieraad vanwege de aard van de verordening. Mevrouw Joldersma, jij zegt de kosten van de huishoudelijke hulp. Nou, dat is natuurlijk best een spannende. Hebben we met de begroting hebben we daarbij stilgestaan, maar ook vorige week tijdens de informatiesessie. En ik deel met u dat er natuurlijk zorgen zijn over wat gaat er nu gebeuren, ook door invoering van het abonnementstarief. Want we hebben voor de groep die dan nu in de WMO zit wel die vertaling in de begroting gemaakt. Maar u doelt volgens mij op de aanzuigende werking, als dat gaat plaatsvinden. Ja, dan betekent dat nogal wat, ook in financiële zin. En daar maken ook wij onze zorgen over. En daarom hebben we ook gezegd, we willen graag inderdaad in januari met u al in gesprek, even check op de WMO, van wat kunnen we daar nou aan doen, welke aanpassingen kunnen we doen, zodat we toch grip
op de materie krijgen. Zowel op inhoud als ook de financiële kaders die daarbij horen. En de oproep die ook die ik de heer Van der Grampel daar ook heb bij horen doen. Van dan kijk eens even, hoe is het elders? Ja, helemaal mee eens. Ik zat al even te kijken naar Kampen, want daar is volgens mij een jaar eerder het abonnementstarief ingevoerd. Wat het daar heeft gedaan in procenten, et cetera. Maar het lijkt me gewoon goed dat we zo snel mogelijk een aantal opties en scenario's in kaart brengen, zodat we dat daarover met elkaar in gesprek kunnen. Voorzitter, als ik even mag. Niet alleen elders, maar ook juist intern. Kijk, de invoering van een abonnementstarief is niet nieuw. Dat loopt al een jaar. Dus als je een aantal pijldata pakt, bijvoorbeeld per 1 januari, dan kun je wellicht nu al een beetje een trend hierin zien, waarbij we dus ook rekening kunnen houden voor de toekomst. Daar gaat het mij met name om. Ja, precies. Dat je ook lopende tijd kunt zien wat het effect is. Mee eens, voorzitter. En als het dan gaat, we moeten dan op die opties en scenario's ingaan. En dan kun je ook eens kijken, kun je nog schuiven van algemene voorziening naar maatwerkvoorziening? Nou, dat zal in financiële zin niet zoveel uithalen, omdat voor de categorie begeleiding, zeg maar, nu ook al het abonnementstarief zit. Maar op inhoud zou je misschien wel scherper kunnen sturen door, in de toegang of in de eisen die je daar stelt, daar wat aan te doen. Dus daar komen we zeker op terug. Mevrouw Joldersma wil nog even reageren. Ja, heel fijn dat u dat op een rijtje wilt zetten en dat u met ons in gesprek wil. Maar ik zou het dan ook fijn vinden dat we dat gewoon doen in een openbare bijeenkomst of oriënterende ronde en niet in een raadsbijeenkomst. Want dan kunnen ook onze inwoners meekijken. Nee, voorzitter, ik doelde op de informatiebijeenkomst van vorige week, toen we het over gehad. Maar ik kijk even naar de Griffie of die het zo uit zijn hoofd weet. Bij mij gaat iets branden van 23 januari. En ik denk dat dat dan ook gewoon een oriënterend iets is. Oké, nou moeten we daar even kijken of we daar de juiste vorm voor vinden, voorzitter. En daar wou ik het in de eerste termijn even bij laten. Wethouder Ter Rietstap. Dank u wel, voorzitter. Tweetal vragen die ten aanzien van de jeugdwet, alhoewel de verordening zelf, zeg maar de aangepaste verordening, geen veranderingen op dat gebied laat zien, hè, voor de uitvoering van de jeugdwet en dat ze zich wat meer op WMO-zaken richten. De eerste vraag als het gaat of de GI's eronder vallen, maar in ieder geval ten aanzien van de verantwoordelijkheid wel natuurlijk, maar of de werkwijze en dat mensen richting de GU, dat gaat met name via het gedwongen kader, dat is onze invloed natuurlijk totaal anders dan dat het loopt via onze sociale wijkteams. En daar is uw tweede vraag, die gaat wat dieper in over de werkwijze als het gaat over verlengingen. Ja, daar lijkt me goed om daar ook misschien nog wel eens een keer in een andere sessie met elkaar het gesprek over te voeren. Want dat heb ik, u noemt ook een zorg die u heel erg terugkrijgt vanuit de aanbieders. Daar wil ik graag met u dat gesprek dan ook wel eens over voeren. Welke zorg dat dan precies is en of dat dan moet leiden tot hoe we met onze werkwijze in een wijkteam zouden moeten aan de slag moeten gaan. Maar dat heeft wat minder effect wat mij betreft op het vaststellen van deze aangepaste verordening in mijn beleving. Maar ik zou graag met u dat gesprek daar nog wel eens over willen voeren. Misschien wel over beide aspecten. Voorzitter. Ja, heel fijn deze toezegging. Ja. Wij voeren ook graag dat gesprek. Dus dit was een goede aanleiding. Ja. Ik kijk nog even rond voor de tweede termijn. Ik zie nog één vraag van mevrouw Verschuur. Ga uw gang. Dankjewel, voorzitter. Wat betreft de PGB, ik heb namelijk nog een vraag over de facturering. In artikel 13 wordt hier aangegeven dat de facturering per maand op uurbasis wordt gefactureerd. En dat dit naar de aanbieder, dat de factuur naar de inwoner wordt gestuurd. En de inwoner checkt of de dienst ook daadwerkelijk is geleverd en stuurt daarna de factuur naar de SVB. Graag zou ik van de wethouder willen weten van of de wethouder hier ook zicht op heeft. Hè? Van hoe gaat het met die facturering? Want je vraagt een bepaalde verantwoordelijkheid van een inwoner. En hoe is dat de afgelopen jaar en hoe is dat verlopen? Ja, voorzitter, het is niet zo dat alle facturen bij een paraafje op het bureau van de wethouder landen, zeg maar. Dat zou ook niet kunnen qua werklast, denk ik. Maar waarom is het hier opgenomen? Even uit mijn hoofd, het is voor mij opgenomen om ervoor te zorgen dat er geen maandbedragen worden afgesproken.
En dat er dan misschien minder zorg zou worden geleverd voor hetzelfde bedrag. Hè? Dus je wilt gewoon op basis van uren zeg maar, vergoeden. En of er ook problemen zijn, zeg maar, want dat zet uw vraag denk ik een beetje in. Met die facturering, dat heb ik zo niet helder. Dus wil ik nogmaals even nazoeken of dat zo is. Maar is mij nu zo niks van bekend. Ik kan me wel voorstellen dat je in beginsel misschien zou denken, nou laten we een maandbedrag afspreken, want dan heb je niet iedere keer die facturen en zo. En dat is een beetje het nadeel van het systeem. Aan de andere kant, als je het via het maandbedrag zou doen, dan denk ik dat daar toch wat zorgelijke prikkels in zitten. Voorzitter. Ja, dat begrijp ik, hè, want dat is ook de intentie. We willen eigenlijk van die maand nu terug naar, nou ja goed, en dat het per uur gefactureerd wordt. En dat is ook eigenlijk een beetje de zorg. Omdat de facturering dan bij de inwoner checkt, hè, van goh, klopt het wat ik aan zorg heb gehad. Die gaat daarmee akkoord en die moet het weer doorsturen naar de SVB. Tenminste, zo wordt het in de verordening gesteld. Dus daar maak ik eigenlijk een beetje mijn zorg over. Want die verantwoordelijkheid, hoe gaan mensen daarmee om? Hè? Door op deze manier te handelen, is degene die zorg ontvangt, houdt ook regie in het proces. En houdt ook grip op, nou, wat ontvang ik nou aan zorg en klopt het wat ik aan zorg ontvang. En er zijn natuurlijk ook best wel een categorie mensen die dat prima zelf kunnen doen. En voor de mensen die dat niet zelf kunnen, die dus daar ook geen controle op hebben, ja, daarvan zou je in een stukje begeleiding, dat was die eerste bullet, administratie en financiële ondersteuning, ja, die zouden daar hulp vanuit de WMO voor moeten krijgen. Dat klopt. En ik wil alleen nog meegeven, hè, want vanwaar deze vraag. In oktober dit jaar is namelijk een rapport uitgekomen van Huisbezoek en PGB, WLZ 2018. En daar wordt ook nadrukkelijk aangegeven, hè, van dat 5% van de gevallen zelf hun PGB beheren en de financiën doen. Dus en de rest. Dus dat is best wel zorgwekkend. Dus vandaar ook dat ik de vraag stel en eigenlijk aan u mee wil geven van goh, hoe is het de laatste paar jaar verlopen en ga het toetsen. Want ja. Misschien is het goed als u het rapport met mij deelt. Dat lijkt me verstandig. Ik heb ook nog een toezegging gehoord van de wethouder om daar ook nog even op terug te komen. Begrijp ik. Voor de derde termijn. Ik proef een beetje een hamerstuk met uitzondering van wat openstaande vragen voor de fractie van 50+. Dus ik kijk ook even naar u. Wij zouden dus graag een bespreekstuk van willen maken. Ben ik bij de rondvraag? Niemand voor de rondvraag? Dan sluit ik deze vergadering. Dank voor uw aandacht en wel thuis.